Dus ik ben eigenlijk niet zo voor dat spul allemaal, omdat het een beetje en duur is en weinig opbrengt. 170 meter hoog zijn ze, de twee nieuwe windmolens op het terrein van de Centrale Gelderland, vlakbij de sluis in Weurt. De molens zijn vanuit Weurtse achtertuinen goed te zien, maar bewoners storen zich er verder niet echt aan. Het is even wennen, zeg maar. Maar ik vind het uitzicht van windmolens altijd wel op zich heel mooi. Dus ik vind het qua uiterlijk niet vervelend. Ik weet niet wat ik eraan moet vinden. Voor mij had het niet gehoeven, maar zoals ze er nou toch staan. Ja, je kunt er toch niks meer aan doen, hè. Dus ik ben eigenlijk niet zo voor dat spul allemaal, omdat het een beetje en duur is en weinig opbrengt. Ik vind het niet mooi, maar de piep is ook niet mooi. Maar het is ook niet voor ons bestemd. Ik heb zoiets, het is voor de volgende generatie, misschien de generatie ernaast. En daar hebben wij nog maar weinig meer over te zeggen. De paar jaren dat we nog mee gaan, nou, dan erg ik me niet zo aan die windmolen. Buurtbewoners maken zich geen zorgen over mogelijke overlast. Nou, dat hoop ik niet, want ze hebben wel beloofd dat ze geen herrie zouden maken. Ik denk niet dat wij daar hier veel last van hebben. De enige zorg heb ik over het geluid. Ik hoop dat dat niet te veel hoorbaar is. Ja, ze zeggen wel, als ik er zo een beetje de dingen erop na heb gelezen, dat er soms een lage bromtoon kan zijn of een lage toon. Dus dat is maar even de vraag. En we hebben wel het geluk dat de wind vaak die kant op staat. Dus ik hoop dat wij er wat minder last van hebben. Maar goed, de mensen die daar wonen, hoop ik ook dat zij daar ook weinig last van hebben. Wel vragen bewoners zich af of de windmolens wel het gewenste resultaat opleveren. Nou, als je nagaat wat de kolencentrale opbracht en wat die twee molens opbrengen. Nou, dat is nog niet een weet ik veelste, maar in ieder geval lang niet zoveel als die kolencentrale had. Ja, maar het is juist goed voor het milieu, zeggen ze. Dat zeggen ze, maar dat is niet zo. En waarom is dat niet zo volgens u dan? Omdat die dingen zo duur zijn aan het maken, daar gaat zo'n hoop energie in zitten. Ook wat vervuilt natuurlijk. Ook afgezien van het milieu, wat ze zeggen, dat die vogeltjes hebben natuurlijk last van. Ik denk dat ze met een kerncentrale veel meer en veel makkelijker en veel schoner klaar zijn. Maar ja, we kunnen er toch niks aan doen. Dat doen ze toch. Dus dan laat maar zo. Als het straks over 20 jaar allemaal werkt, dan zijn die jongelui, ze weten niet beter dan dat er windmolens staan. Dus ja, waar praten we dan over? Hebben wij dan voor die generatie te zeggen van het mag niet? Naar verwachting wordt eind deze maand proefgedraaid met de windmolens.